We zijn alweer toe aan de allerlaatste Goed Tusselij Snowbrug Special. En zoals jullie weten is Goed Tusselij natuurlijk heel veel meer dan enkel een spannende wedstrijd. Het is ook heerlijke feestjes en vooral superveel sfeer. En net dat gaan we in deze aflevering aan jullie laten zien. Dus verwacht jullie maar aan heel veel leuke feestjes, super sfeer en misschien ook wel een fantastische fakkeltocht. Charle, bij de start van de Goed Tusselij Snowbrug zagen we je op het Sint-Pietersplein met heel veel verwachtingen en heel veel hoop. Nu, wat is de conclusie? Inderdaad, Victoria. Ik denk dat de hoop wel terecht was, want iedereen is van overtuigd dat het weer een week was om nooit te vergeten. Alles was aanwezig, een prachtige groep, fantastische competitie, een bikkelharde strijd tot de laatste minuut eigenlijk. En prachtige winnaars ook van de Goed Tusselij Winter Games. En ja, het beste natuurlijk dat iedereen heeft meegedaan aan de fenomenale feesten. En de jongens uit de Alpen waren het er allemaal over eens. Het zijn feesten dat ze nog nooit niet gezien hebben. Met een groep die ze nog nooit niet gezien hebben. Met een ambiance die onovertrefbaar is waarschijnlijk. Goed Tusselij zomer of winter? Ja, goede vraag. Maar ik denk dat we binnenkort toch eentje zullen organiseren in de lente en in de herfst. Waardoor de keuze nog iets moeilijker zal worden. Maar binnenkort meer informatie. Spannend. Hoi. De tocht zit er jammer genoeg al op en zoals jullie zien zijn de fakkels ook bijna volledig opgebrand. Dus eigenlijk zit de Goed Tusselij Snowbrug er nagenoeg volledig op. Dus ik kan enkel nog zeggen tot de volgende keer en misschien ga ik toch nog een Goed Tusselij afterparty gaan meepikken. Dus ciao!